Landelijk is er een trend te zien: de opmars van de lokale partijen. Het groeiende aantal zetels van lokale partijen is ook terug te zien in de gemeenteraad van Ede, Veenendaal, Rhenen en Renswoude. In Rhenen behaalde Rhenens belang drie zetels. Dorpsbelang Renswoude werd met vier zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Renswoude. Pro Venendaal ging van vier naar zeven zetels en is daarmee samen met de SGP de grootste partij in Veenendaal. In Ede werd Gemeentebelangen wederom de grootste lokale partij met vijf zetels. Burgerbelangen Ede ging van twee naar drie zetels. DPE en Mensen Milieu haalden één zetel. Duidelijk is dat lokale partijen een steeds grotere rol gaan spelen. De vraag is hoe dat kan, maar ook waardoor dat komt. Bij de lokale partijen die wij gesproken hebben, was de tevredenheid dan ook groot. Voor gemeentebelangen zijn die zeer goed verlopen. Uh, een zetelwinst in het gevoel van zes zetels was. Voor het winstgevoel heel mooi geweest. Maar als wij kijken naar hetgeen wat we de afgelopen periode hebben gedaan. Wat er is gebeurd in de afgelopen vier jaar, een afsplitsing gehad van de partij. En twee personen met enorm veel stemmen toch onderaan als lijstduwers neergezet. en dan nog winst weten te behalen. ja, daar kunnen we alleen maar trots op zijn. Ik denk wel, uh, ik bedoel, als je natuurlijk de andere partijen ziet. de lokale binnen onze gemeente hebben ze allemaal uh, geplust. Ik denk dat dat ook uh, te maken heeft met het landelijke uh, beeld. want eigenlijk is elk raadslid. wat ook in de gemeente Ede zit. een lokaal persoon. Ze komen allemaal uit de gemeente Ede. net zo goed als dat ik dat kom. Dus alleen ik denk dat heel veel mensen. Uh, landelijke politiek eigenlijk een beetje beu zijn door alles wat er gebeurt. en daardoor een tegenstem hebben gegeven aan lokale. Maar ik denk ook zeker dat we het heel goed gedaan hebben. Als ik naar nou onze eigen wethouder Peter de Pater kijk, wat hij allemaal gerealiseerd heeft, dan uh, levert dat natuurlijk ook uh, stemmen op. Zeker. Ik denk dat je altijd beslissingen maakt als wethouder, maar ook als partij voor mensen die ervoor uh, of tegen staan. Uh, nou ja, neem natuurlijk de afsluiting bij de kerkweg. Dat is natuurlijk een van de grootste onderwerpen die we gehad hebben. Uh, daar heeft hij zich bij Sommige mensen uh, niet populair gemaakt, maar als wethouder hoeft hij dat ook niet altijd te doen. Hij heeft volgens ons de juiste keuze gemaakt en uh, heeft dat stemmen gekost. Ja, we zullen het nooit weten, maar wij hadden misschien wel gedacht dat we uh, nou ja, iets zouden minnen. Ja, die zijn inderdaad uh, super verlopen. We hebben daar absoluut uh, geen rekening gehouden dat we de grootste werden. We hadden wel een heel goed gevoel, maar met twee zetels uh, royaal waren wij tevreden geweest. En vooraf hadden we gezegd: drie is euforie. Nou ja, euforie was het en dat we de grootste werden was echt uh, helemaal een verrassing. Dus uh, super blij mee. De verkiezingen zelf, dat is natuurlijk ook de campagne die erbij zit. Nou, dat is altijd uh, wel een mooie tijd. Ik zei hier uh, op de verkiezingsavond, soms schuurt het wat, maar het ging altijd uh, met respect. Uh, dus dat was, een, uh, nou, het was ook uh, een mooie tijd gewoon om weer op uh, de straat op te gaan. Uh, de verkiezingsuitslag was natuurlijk voor ons uh, toch ook wel uh, verrassend. We hadden wel gerekend op een uh, lichte winst. Dus uh, nou, we hadden net vier zetels vorige keer. Dus we hoopten vier en uh, gokten op vijf en het uh, werden de zeven. Hoe kan het zijn dat jullie zo gestegen zijn? Ja, dat is uh, een goede vraag. Die Analyse zijn we natuurlijk uh, zelf ook aan het maken: uh, want dit is echt wel een grote groei. Uh, nou, we zijn... Aan onze eigen kracht gaan we vanuit. En daar zit in dat we vooral ook zichtbaar en betrokken proberen te zijn. En niet alleen in die verkiezingstijd, maar juist ook die hele vier jaar. Ja, we hopen toch dat mensen dat ook gezien en ervaren hebben. Wij hebben er een zetel bij gekregen. En ik krijg ook heel veel felicitaties vanuit de inwonerskant. Dus dat is ook heel leuk. Dat betekent toch dat we heel dicht bij de inwoners staan. Ik denk dat het komt omdat tot de jaren zestig er sprake was van verzuiling. En dat dat sindsdien uh, niet, uh, niet meer zo'n groot item is. Als we ook kijken naar onze fractie, dan zit daar een achtergrond van Partij van de Arbeid in, maar ook D66, VVD, CDA. Wij hoeven alleen maar lokaal te kijken. En dat betekent dat inwoners door ons ook heel makkelijk aangesproken worden, want wij zijn allemaal lokale mensen die met, die met veel contacten. Uh, uh, toch kunnen zorgen dat we heel dicht bij die inwoners staan. Hoe kan het dat lokale partijen in opmars zijn? Nou, ik denk dat je het ook landelijk steeds meer ziet. Dat ze ook overkoepelend wat meer met elkaar gaan doen. Landelijk wordt er veel meer aandacht voor lokale partijen gevraagd uh, door subsidies die daar naartoe. Zouden moeten gaan, is helaas nog niet, maar daar zijn ze wel heel druk mee bezig. Uh, en nogmaals, het beeld wat landelijk naar buiten straalt, uh, is niet altijd even positief. Dus ik denk, uh, landelijke partijen doen het goed. Het zijn uh, uh, natuurlijk partijen die geen connectie met Den Haag hebben. Dat vind ik heel prettig. Dat betekent dus dat je heel erg gericht op je eigen gemeente beslissingen kan nemen, zonder dat Den Haag zegt, zo ho, dat is niet ons partijpunt. Uh, je moet het even iets anders formuleren bij jullie daar in de gemeente. Daar hebben wij absoluut nul last van. Dat zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben vanuit de landelijke politiek, uh, waarbij met name uh, VVD, CDA het wat, uh, wat lastig hebben uh, vanuit landelijke politiek. Uh, zal ongetwijfeld meegespeeld hebben. Uh, misschien, uh, ja... Uh, de landelijke partijen roepen hier in Gezwouden ook van uh, wij zijn lokaal. Nou, die proberen dan misschien een graantje van, uh, van mee te pikken. Um, ik denk dat mensen uh, lokaal kortbij uh, wat meer aandacht voor uh, uh, directe contact verlicht. Maar goed, die hebben andere partijen ook wel. Maar wij proberen dat ook wel te doen. En uh, nou, dat, uh, dat is misschien een punt van, uh, uh, waarop je scoort. Wij zijn uh, niet zo'n hele grote club. Hè. We hebben voldoende mensen, voldoende gekwalificeerde mensen. Uh, maar bijvoorbeeld een, uh, een Christenunie hier in Rijkswouden is een, uh, wat dat betreft een hele grote club. Dus uh, daar gaan wij het uh, qua aantal en uh, de contactmomenten wellicht niet van winnen. Uh, ja, wat we wel meegespeeld heeft, denk ik, dat we een nogal afwijkend standpunt op, uh, op woningbouw hadden hier. Mensen hadden wat te kiezen. En die hebben, uh, ons inziens, heel duidelijk daarvoor gekozen. Dus uh, wat ons betreft is het echt wel een beetje op inhoud gegaan. We kunnen natuurlijk heel erg naar onszelf kijken, maar ik denk echt dat de samenloop van omstandigheden is. Dus ook juist wat in Den Haag gebeurt, zal ook zeker invloed op hebben gehad. Wij merken wel, sinds er heel veel decentralisatie is. Hè, dus dat betekent dat veel uh, taken naar de gemeente zijn gegaan. Dat die koopkrachtberekeningen nog steeds op rijksniveau liggen. En daar worden de landelijke partijen toch op afgerekend. Dan hebben ze het over een koopkrachtberekening. Terwijl als je in je eigen gemeente kijkt, dan gaan die lasten zo ontzettend omhoog, omdat ze de begroting rond moeten krijgen. Daar zijn wij als lokale partij niet van. Wij zeggen eigenlijk: jij en ik hebben ook. Uh... Minder geld, wel eens in onze portemonnee, en dan moeten we keuzes maken. Nou, daar blijkt een gemeente net wat minder goed in te zijn. Die denken gewoon: dit willen we realiseren, dus dit komen we tekort. Dus die inwonerslasten die moeten wat uh, omhoog worden aangepast. Nou, inmiddels uh, zijn wij uh, al uh, sinds, eens uh, even kijken, 2003 actief, en dat betekent dat dat wordt herkend bij inwoners. Die klagen ook echt bij ons van ik zit met dit probleem. En wij gaan daar ook echt mee aan de slag. En wij hebben niets te maken met Haagse standpunten. En ook dat is prettig, want daardoor kunnen wij soms met financiën wat op de rechterflank zitten, terwijl we met sociaal domein duidelijk een stuk linkser zijn. Voegen lokale partijen daadwerkelijk kort toe aan het lokale politiek? Ja, dat weet ik zeker dat ze er wat toevoegen. Want nogmaals, ik denk dat de lokale partijen geen lijntjes hebben met Den Haag. Soms wat makkelijk zelfbeslissingen kunnen nemen die echt wat meer op de gemeente gericht zijn... in plaats van punten die ze vanuit Den Haag mee moeten nemen. Ja, ik denk dat wij net zo goed meedraaien als elke andere uh, partij. Dus uh, um, het is niet zo van je bent lokaal, dus uh, je bent van een uh, ondergeschikt belang. Nee, uh, juist niet. Uh, heel veel mensen hebben nu op ons gestemd en uh, wij moeten gewoon onze plek uh, hierin uh, gaan, uh, gaan innemen. We zijn er absoluut, uh, uh, absoluut klaar voor. Ja, dat is volgens mij, uh, en dan ga ik voor anderen spreken, maar de landelijk gebonden partijen zeggen natuurlijk ook dat ze lokale mensen hebben. Uh, wat we bij ons vooral als uh, ProVeendaal zien is dat het een hele rits met uh, achtergronden is, ook qua politieke stromingen. Dat vind ik bij ons uh, vooral de kracht en ik vind wel dat dat een lokaal uh, extra plus geeft. Ja, ik denk dat dat, uh, en dan kijk ik ook naar de andere lokale partijen hier, Lokaal Veendaal, die zijn natuurlijk ook al vanaf 2004. Wij zijn er ondertussen tien jaar ruim, dus uh, volgens mij hebben lokale partijen zich ondertussen wel bewezen. Wij bestaan uit drie kernen. Dat uh, in Achterberg is binnenveld heel belangrijk. Nou, dat dreigt nu ook uh, volgebouwd te worden, want uh, de gronddruk is heel groot. En dan is het heel makkelijk om daar keuzes te maken, die misschien voor de dorpskern uh, Elst weer heel anders liggen. En dat betekent dat wij uh, door de variëteit van raadsleden hè, met een andere achtergrond. Ik, ik kan mezelf nemen, ik heb de laatste 24 jaar provinciaal. En landelijk altijd de verschillende partijen gestemd. Want ik kijk puur naar het programma. Van wat is in de provincie belangrijk. En wat vind ik landelijk belangrijk. En ik denk dat heel veel mensen daar hetzelfde in zitten. En dat is dus ook weer een verklaring van het succes van lokale partijen, in mijn idee. De komende vier jaar, waar gaan jullie je mee bezighouden? Nou, ik denk dat iedereen wonen zal zeggen, ik denk dat dat een van de belangrijkste punten is voor alle partijen. Betaalbare woningen, ik bedoel, Ede mag wat gemeentebelangen treft groeien, maar moet niet. Uh, wij zullen ons ook zeker inzetten op het gebied van duurzaamheid, want dan kunnen we niet wegkijken. Maar wel op een goede manier, kijken met elkaar op welke manier we dat kunnen doen. Daarom hoop ik op een brede coalitie, dat we met elkaar de juiste punten voor onze gemeente kunnen doen, vinden. Het wonen is een, is een belangrijk uh, aspect hier. Uh, wij willen wel uh, bouwen en uitbreiden. Uh, wat ons betreft moet dat niet te snel. Maar de reden is, uh, we staan hier vlakbij een uh, terrein waar 200 huizen uh, kunnen komen. Uh, ja, er zijn partijen die zeggen van we moeten 100 huizen per jaar bouwen, maar dan bouw je zo'n terrein in een paar jaar vol. Een volgend terrein uh, wat klaar ligt voor woningbouw, hebben we niet. Dus dat betekent dat het daarna stilvalt en wij zeggen van spreid het nu, zodat je een meer, min of meer een constant aanbod krijgt van nieuwbouwprojecten. En die willen we dan eigenlijk graag zoveel mogelijk voor de lokale bevolking, voor zover het mogelijk is, voor de lokale bevolking inzetten. Een van de dingen die ook spelen, is dat we in de toekomst een keer gasloos moeten worden. Zover is het nog niet, dat is 2050. Maar je kunt je wel heel veel voorbereiden daarop. En het aspect isoleren, zon op dak bij woonhuizen, dat is ook iets waar we graag uh, op inzetten. En uh, daarbij ook de faciliteit van het energieloket. Die hebben we hier nog niet ingezwouden. Dat vind ik echt een uh, gemis. Uh, die, da daar willen we gebruik van maken om mensen te helpen om zich vast uh, voor te bereiden op die, uh, die stappen die komen gaan. Nou, we gaan ons eerst op de informatiefase richten. Uh, dat is natuurlijk de grootste verrassing die er bovenop kwam. Als je grootster wordt, dat is geen verrassing dat je dat dan moet leiden. Maar daar hadden we niet helemaal op gerekend. Dus daar zitten we nu volop in. Uh, ja, we willen natuurlijk vooral proberen ons verkiezingsprogramma nog meer uit te dragen. Dat betekent nog meer aandacht voor onder andere participatie. Maar zeker ook uh, zorg en wonen als uh, belangrijke thema's. Nou, uh, energietransitie is een hele belangrijke. Want wij vinden het belangrijk dat uh, energie betaalbaar blijft. Wij hebben ook hele goede mensen die daar veel verstand van hebben in de fractie. En ruimtelijke ordening is ook een hele belangrijke. We zien de afgelopen vier jaar dat er wel wordt ingezet op sociale woningbouw. Maar dan uh, gaat het om appartementjes van 54 vierkante meter. Nou, zoals we weten is uh, dit een gemeente die best kinderrijk is dus ik merk dat zelf ook dat mijn kinderen wat langer thuis zijn, maar dat die kinderwens eigenlijk al binnen korte tijd zich manifesteert en dan kom je ruimte tekort. dus wij gaan die ruimtelijke ordening die gaan we zo aanpakken dat we vooral smalle huizen gaan bouwen, maar wel hoog, dat het wel uh... Uh, echte huizen, woonhuizen worden, waar mensen wat langer in kunnen wonen. In plaats dat we gaan voor die hele kleine appartementjes die puur voor starters of voor alleenstaande ouderen geschikt zijn. en die een grote doorlooptijd kennen. Dus voor de langere termijn.